Jeetje, hij is super groot. Dit heb ik ook nog nooit gehad. Dat is inderdaad niet een hele goede combinatie. De kans dat je er eentje tegenkomt is best groot. Oh, dat niet. Dit ga je niet doen. Dit is Frankrijk. En dit zijn Emma en Jurre. Onder toezicht van bioloog Roy en dokter Addy worden zij gestoken, gebeten en geprikt. Zijn de Franse diertjes echt gevaarlijk of is de angst groter dan het gevaar? We komen erachter wanneer de wilde dieren steken en prikken. Op vakantie! Ik heb een opening bedacht, maar het is best een uitdaging. Ben je daarvoor in? Ja. Oké. Jij moet mij afmaken, ja, mijn zin. Welkom bij Steken en Prikken. Nee, zo bedoelde ik het niet. Oef, ik dacht dat ik hem af moest maken. Ja, zingend. Nou, doe maar. Welkom bij Steken en Prikken op vakantie. Vandaag wordt een van ons gestoken of geprikt door... Ja, de Fransen noemen het de torpille marbrée. Oh, dat klinkt super. Ja, de torpille marbrée. Ga je gang. Ik zie niks. Waar zit hij? De gemarmerde sidderrog. Ik vind de rog wel een mooi dier. Maar hij heeft dezelfde kleur als het bruine water en het zand. En ja, hij valt gewoon niet echt op. Hij is gewoon één met zijn habitat. Zie je hem? Maar hoe groot is hij dan? Oh, wacht, als ik dit doe, zie ik het beter. Hij is best wel groot. Oh, jeetje, hij is supergroot. Oh my god. Gadverdamme, het lijkt wel een steen. Zeedieren vind ik altijd smerig eigenlijk. En daar heb ik ook nooit een goede relatie mee. Komt omdat ze nat zijn en ze zijn glibberig. En ja, ik lust ook geen vis. Roy, waarom heb jij de gemarmerde sidderrog meegenomen? Nou, we zijn in het mooie Frankrijk. Ze komen hier heel veel voor, dus de kans dat je er eentje tegenkomt is best groot. Heel veel? Ja, voor de kust, ondiepe wateren, een keertje snorkelen, zwemmen en je ogen open doen. Geeft grote kans dat je deze ziet, want hij grondelt zo over de grond, graaft zich zo af en toe in. Dan kan je erop staan als kind of zo. Nou, ze zwemmen wel iets eerder weg dan dat jij erop staat. Zo ondiep zitten ze dan ook weer niet. Maar als je bijvoorbeeld aan het snorkelen bent, dan kun je hem op de bodem zien rondschuimen. Maar wat doet deze rog? Deze rog, ja, misschien dat de naam het al een beetje verklapt. De gemarmerde sidderrog. Waar denk je dan aan? Aan een sidderaal. Mijn grootste aan de angst. Sidderaal. Wat, sidderalen? Nee, elektriciteit is mijn grootste angst. Is dat wat het is? Ja, 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 je hebt helemaal gelijk. Oh, nee, hij geeft een stroomstoot. Hij geeft een stroomschok? Ja, hij geeft elektrische stroomstoten. Wat? Dit hebben we ook nog nooit gehad. Nee, dit is de eerste elektri. Eerste shock. Het enge aan elektriciteit vind ik dat je hele lijf onder stroom staat. En dat je dan bang bent dat je niet loskomt ervan. Dus dat je gewoon zo... Ik ben niet echt bang voor de rog. Waar ik wel bang voor ben is dat ik niet weet hoeveel stroom hij door zijn snuit gaat schieten. Of het een klein prikje wordt of een zieke stroomschok gewoon. Dat maakt het best wel spannend. Oké, okay. Degene die... geschokt gaat worden. Ja, geschokt gaat worden. Door de gemarmerde sidderrog. Is. Emma. Ah! Oh yes! Oh my god, ik ben zo blij! Oh schat, sorry. Nee, grapje. Ik heb me vergist, het is toch Jurre? Oh, dat meen je niet. Dit ga je niet doen. Is het echt Jurre? Echt Jurre. Had jij dit zo bedacht om dit zo'n vieze, valse vrucht? Meen je dit nou echt? Sorry, je bent meen echt een hele vieze, precies... valse vrucht. Vrucht? Dat vind ik echt zo wat erg dat jij dit doet, hoor. Wat voor vrucht? Het was echt heel gemeen. Maar het is wel Jurre. Het is echt jij, Jurre. Hoe voelt dat? Weet je hoe blij ik was, Roy, dat ik het niet was? Oh, yes! Oh my god, ik ben zo blij! Ik vind het echt super eng. Ik vind het echt super eng. Waar ben je bang voor, Jurre? Nou, voor een schok. Dat ik dat krijg en dat mijn hart dan stil gaat staan. Is dat een optie? Ja, het menselijk lichaam en elektriciteit van buiten, dat is inderdaad niet een hele goede combinatie. Oké, ga door. Het hangt er vanaf hoe groot de schok is en hoe lang het duurt. Maar is het dezelfde impuls als dat je je vinger in een stopcontact stopt? Nou, de allergrootste marmerrog die kan een meter groot worden. En die heeft ongeveer het voltage dat uit de stopcontact komt. Voltage? Dat is 220 volt. Maar ik zie vaak op een lampje staan, zo'n perretje, 220, 250. Dus eigenlijk zou deze rog zo'n lampje... moeten kunnen laten branden. Moeten kunnen laten branden. Ja. Dat zou die kunnen. Ja, de volwassen grote exemplaren van een meter moeten dat kunnen. Babam. Dit is dus de gemarmerde sidderrog. Hij heet zo omdat het patroontje op zijn huid heel erg lijkt op marmer. Een steensoort.
De gemarmerde sidderrog heeft achter zijn ogen een soort stroomopwekorgaan. En die werkt eigenlijk hetzelfde als bij een accu in een auto. In een accu zitten metalen plaatjes en de zure stof. Die reageren op elkaar en daardoor gaat er een stroompje leven. De sidderrog heeft natuurlijk geen metalen plaatjes in zijn lijf, maar dierlijk weefsel dat hetzelfde doet. Maar wat eet hij eigenlijk? Alleen vissen? Nou, ook andere dingetjes die op de bodem leven en voorbij komen lopen. Maar wat hij vooral doet is dus gewoon kijken wat komt er in de buurt. En dan een schokje geven. Dus hij ligt een soort van ondergegraven te wachten en dan komt er iets langs. Dan verlamt hij diegene en dan pas kilt hij hem zeg maar met zijn mond. Klopt helemaal. Ja, door die schok zijn de visjes vaak een beetje verlamd. En dan gaan ze een heel klein beetje op een zij, drijven ze en dan pakt hij ze en eet ze op. En hij kan dus ook, hoe groter het visje is, hoe meer pulsen die geeft. Dat kan hij zo ook inschatten, hij weet gewoon. Hij kan kijken en dan denken, voor die heb ik zoveel nodig en voor die heb ik zoveel nodig. Wauw. Ja. En datzelfde doet hij zo groot op zijn kop. Ja, en datzelfde doet hij ook bij duikers. Dus als je dichtbij komt, heel dichtbij, en je bent heel eng, dan krijg je meer dan als hij alleen eventjes een kleine waarschuwing wil geven. Maar denk je niet dat hij dan bij mij gaat denken van, oh, dit is een mens, ik moet hem heel veel geven? Ja, dat denk dat ik wel. Daar zullen we achter moeten komen. Toch, dat denk je, dat zou ik wel denken. Ja, tuurlijk, want hij ziet iets heel groots, ja, denk ik. Ja, hele grote hand ziet hij. Ja, echt super grote hand, toch? Ja, je hebt wel, mag ik eens kijken hoe groot de reuze hand heb ik. Nee, dat wou ik niet. Oh. Oeh, de gemarmerde sidderrog. Maar waar zit hij? Ik zie hem helemaal niet. Ja, die heeft zich natuurlijk ingegraven onder het zand. En hij bijt niet. Hij steekt niet. Hij prikt niet. Hij knijpt niet. Hij elektrocuteert. En dat voor een vis in het water. Maar geef hem even een duwtje, zodat we hem kunnen zien. Nou, dat laat ik liever aan jou over. Oké, okay. Hier komt hij. De gemarmerde sidderrog. Er gaat een hoop door me heen. Ik probeer een modus te vinden waarin ik eigenlijk dood kan zijn van binnen. Dat is een beetje de knop die ik probeer te vinden. Wacht, ik voel dat ik die kruk dat ik dat niet moet doen. Nee, wacht, ik moet denk ik toch even staan. Ik mag ook niemand aanraken, want straks dan gaat de rest ook onder stroom. Dus ik sta er ook helemaal alleen voor, dat vind ik ook eng. Jezus. Rustig. Ja, nee, ik ben helemaal niet rustig, nee, Roy. Ik heb een idee dat als ik mijn hand in het water doe, dat water al onder stroom staat. En Roy die kan wel zo lekker denken dat het niet zo is, maar ik vertrouw niks meer. Minder dan een stopcontact. Probeer dat maar te herhalen. Minder dan een stop. Ja, maar stopcontact is zo heftig. Stap 1 is mijn hand in het water krijgen. Oké, 3, 2, 1. Dat lukt al niet. Even schrap zetten. Daar ga ik nu. Nu ga ik echt. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1, holiday. Ah, ah, ah. Oh, ik was echt bijna. Ah. Dan ga ik nu echt. Ah, ah. Ik heb nog geen één keer aangeraakt ook. Ik word zo overmand door angst dat ik gewoon omhoog schiet. Oh, nee, ik heb het niet eens aangeraakt. Oh, kreeg je wat? Nee, oh. Nee. Ik dacht dat je het had gekregen. Ik hou mijn neus en mijn mond dicht, zodat ik iets meer bij mezelf blijf. Ah! Ik heb me aangeraakt, maar ik kreeg geen schok. Sorry, ja, het voelde zo. Ik schrok zo erg. Ja, ik ben gewoon bang. Ah! Ik heb weer... Nee, ik had geen schok. Sorry, maar ik moet zo schrikken gewoon. Maar het was geen schok. Oké, met het aanraken ben ik nu wel iets cooler. Ja, super. Ik dacht, als ik mijn hand zo in dat hoekje stop, dan ziet hij mijn hand. En als ik hem dan aanraak, dan bam, dan hapt hij gelijk. Maar dat doet hij gewoon niet. De duiker die zit natuurlijk voor zijn neus de hele tijd. En jij bent nu alleen maar even dit aan het doen. Ja, dus ik moet hem misschien langer. Je moet echt wat langer voor zijn neusje blijven. Het moet gewoon langer duren, het moment. Goed zo, zie je het? Nee, ja, ik heb hem echt nog nooit zo lang aangeraakt, maar het was niks. Maar, oh. Duwen, dat vind ik zo eng, joh. Hier, nu lang erin. Hij ziet hem nu heel lang. Schuif hem naar Roy. Ja. Goh, hou je klepjes, joh. Ik ben toch bezig, joh. Goh. Schuif hem gewoon naar Roy. Er zit zoveel spanning in mijn lijf. En dan probeer ik het nog een keer. Oké, ik ga hem nu even een stukje schuiven. Ik doe mijn hand in de bak. En dan... Ah, ja, nu voelde ik echt iets. En ik voel echt aan mijn vingertoppen alsof ik gewoon heel even een elektrische tandenborstel zo aanraak. Echt? Ja, alsof er een soort van voelde ik. Nou, dat is... Is dat goed genoeg? Jij voelde het. Er heerst een beetje onbegrip en dat snap ik. Want eigenlijk was mijn reactie bij het alleen maar aanraken van de rog...
aangeraakt, maar ik kreeg geen schok. Veel groter dan het daadwerkelijke trilmoment. En ik was zelf ook een beetje in de war. Oh, is dit genoeg? Dan is het tijd voor de kijkersvraag. Oh, goddank. Mats vraagt, wat vind je van roggebrood? Sorry, ik moet even bijkomen nog. Ik vind roggebrood niet lekker, maar het is wel heel gezond. Nou, dankjewel, Mats. Maar waar ik benieuwd naar ben, voor hoeveel geld zou jij hier zitten op mijn plek? Het zijn kinderen. Ja, kinderen houden toch ook van geld? Oké. Het is tijd voor dokter. Bam! Nee. Voel even aan mijn hart. Nou, waar zit hij ook alweer? Nou, niets. Ietsjes hoger. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga luisteren naar je hart. Ja. Want het punt met elektriciteit is dat je niet altijd iets kan zien. Ga ik even... Ik weet niet of het helemaal tot mijn hart is gekomen, hoor. Nee, maar als dokter wil ik dat toch wel weten. Het hart heeft zelf al elektriciteit, waardoor het hart zo gaat pompen en het bloed door het lichaam stuurt. Als er van buitenaf elektriciteit bij het hart komt, ja, dan kun je voorstellen dat het niet goed gaat pompen, maar gaat het dit doen. En dit pompt geen bloed rond. Ja, dat is niet goed. Ik ben helemaal gerustgesteld. Dat gaat helemaal goed. Maar dit is wel de reden waarom, ook al zie je niks en heb je wel een grote schok gevoeld, dat je toch even contact met je dokter moet hebben. Oh ja, want het kan zijn dat je denkt dat er niks is, maar dat het wel zo is. Precies. Maar dan is de vraag, hoeveel pijn deed het op de pijnometer? 1 is een kusje, 10 is je arm eraf. Oké, ja, dan geef ik de gemarmerde sidderrog een 1. Een kusje. Moeten we bang zijn voor de gemarmerde sidderrog? Ja, ik denk het wel. Ja, gewoon afstand houden. Bang zijn voor elektriciteit. Hij is wel cute. Toch, Jurre? Nee, hij is maar het is wel gewoon een grappig beest. Ja, weet ik veel. Zullen we dan nu afsluiten en in plaats van zwaaien doen alsof we allemaal een schok krijgen en dan van onze stoel afvallen? 3, 2, 1. Nee. Annie! Nee. Je wil gewoon je doktersjas niet vies maken. Zo is dat. Ze blijft altijd professioneel. Ja, dat is wel. Er zijn grenzen, mensen.